Wat zijn eigenschappen van een goede kerk? Wat is überhaupt de kerk en maakt het uit of een kerk goed is of niet? Ik wil samen met jullie kijken naar eigenschappen van een goede kerk. Ik wil samen met jullie kijken naar 5 eigenschappen van een goede kerk, omdat het ontzettend belangrijk is dat je naar een goede kerk gaat als christen. Het is van onschatbare waarde als christen om naar een kerk te gaan waar jij weet dat de kerk de dingen doet die God wil dat de kerk doet. De kerk kan 100.000 verschillende dingen doen, maar de vraag is, doet de kerk wat de kerk zou moeten doen? En de objectieve bron van bepalen of iets goed is of niet, is Gods woord. Dus we zullen een kerk moeten toetsen, niet aan wat wij vinden of voelen, maar we zullen een kerk moeten toetsen aan wat Gods woord zegt. Want dat is onze objectieve bron van waarheid. En dat is wat we dus ook willen gaan doen. We willen samen kijken naar wat het woord zegt, zodat we bijbels kunnen denken, bijbels kunnen redeneren over wat een goede kerk is. Gevoel aan de kant schuivend, onze eigen voorkeuren aan de kant schuivend. Maar wat zegt Gods woord? Want dat is echt van belang. Jouw en mijn voorkeuren kunnen verschuiven en verschillen, maar Gods woord staat vast. En dat is waar we in geïnteresseerd zijn. Maar voordat we kunnen kijken naar wat een goede kerk is, is het goed om even een paar dingen bijbels te definiëren. Bijvoorbeeld, wat is de kerk? Nou, Jezus zelf zegt in Matthäus 16 vers 18, en ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Nou, het woord gemeente is het woord ecclesia. Wat uit 2 delen bestaat, een Grieks woord, het is ek, uit en geroepen ecclesia. Het zijn de mensen die uitgeroepen zijn. Dat is wat de kerk is. De kerk is een groep mensen die uit de wereld geroepen is en in het koninkrijk van Christus geplaatst is, zoals we Colossenzen 1 ons leert. Uit het koninkrijk van de duisternis, in het koninkrijk van het licht. Dat is wie de kerk is. En in Romeinen 16:5 zien we dat Paulus zegt, groet ook de gemeente bij hen aan of in huis. Groet mijn geliefde Epenetus die de eersteling is voor Christus van Achaïe. Wat Paulus hier zegt is, groet de gemeente die in huis is. Oftewel, de gemeente zijn de mensen. De gemeente is niet een gebouw, de kerk van God is niet een gebouw. Dus het is niet dat als je zo'n, wat wij een kerktoren noemen, ziet, dat je dan weet, ah, dat is de kerk. Nee, het gaat erom dat de kerk de mensen zijn die uit de wereld geroepen zijn door God en die in Jezus Christus geloven als zoon van God. En het woord van God vertelt dat als je gelooft in Jezus Christus, dat je dan onderdeel bent van de kerk. Deze mensen die geloven in Jezus Christus als zoon van God, die hebben geluisterd naar het werk van de Geest. De Heilige Geest zegt, over de Heilige Geest wordt namelijk gezegd in Johannes 16, wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen, die zal mij verheerlijken, zegt Jezus, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus de Heilige Geest is degene die tot de kerk spreekt. En de Heilige Geest is degene die overtuigt. En hij doet het volgende. In Johannes 16, vers 8 tot en met 11 staat het volgende. En als die gekomen is, de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Dit is wat de wereld nodig heeft en dit is wat de mensen die onderdeel zijn van de ecclesia, die onderdeel zijn van de kerk, wat zij al geloven. Het werk van de Heilige Geest. Ze geloven dat ze zondaren zijn die de gerechtigheid van Jezus Christus nodig hebben en die weten dat als zij niet die gerechtigheid van Jezus Christus aannemen, dat zij geoordeeld zullen worden. En de Heilige Geest is degene die ons leidt in de waarheid. En een van de sleutelversen van dit YouTube-kanaal, maar ook voor ons als christenen, hoort Johannes 17:17 te zijn. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. En dat laat zien dat wij bouwen op Gods woord. Dat laat zien dat wij Gods woord als waarheid zien. Dat wij Gods woord als van onschatbare waarde zien voor ons als christenen.
En dat is gelijk de eerste eigenschap van een goede kerk. Een goede kerk bestaat uit mensen die over zichzelf geloven dat ze zondaars zijn. Die over zichzelf geloven dat ze Jezus nodig hebben, Jezus gerechtigheid, dat ze anders hun oordeel zullen ontvangen. En die mensen die geloven dat ze Jezus Christus als Zoon van God nodig hebben. De Zoon van God die ons zijn leven gegeven heeft aan het kruis en voor ons weer is opgestaan uit de dood. Dat is waar het mee begint. Mensen die Jezus Christus geloven zoals het woord van God zegt. Mensen die Jezus aannemen als Zoon van God zoals Johannes 20:31 zegt. En dan kan je Handelingen 16:31 kan je leven. Geloof in Jezus Christus en het zal tot zaligheid voor u zijn. En de mensen die dat doen, om daar weer naar terug te pakken, zijn die ecclesia, die mensen die samen de kerk uitmaken. De mensen die samen dat lichaam van Christus zijn, zoals dat omschreven wordt in de Bijbel. Maar wat zijn dan eigenschappen van zo'n kerk? Eigenschappen van een goede kerk. Want je kan allerlei soorten kerken hebben. Maar we willen die kerk dus langs de maatstaf van Gods woord leggen. Gelukkig heeft God ons duidelijk gemaakt wat zijn wil is voor de kerk. Wat de kerk hoort te doen. Nou, voor de duidelijkheid, voordat we die details ingaan. En voordat we de overige eigenschappen, er nog vier eigenschappen gaan zien van wat een goede kerk hoort te doen. De manier waarop een kerk dit doet, dat is aan interpretatie onderhevig. Niet elke kerk zal dingen op dezelfde manier doen en dat geeft ook niet. Dat is helemaal niet erg, dat is juist zelfs goed. Want als er één manier was om dit allemaal te doen, dan had Satan al lang een manier gevonden om dit kapot te maken. Dan had hij al lang dé manier gevonden om elke kerk onderuit te halen. Maar door de diversiteit en de verscheidenheid die er is in kerken, zien we juist dat de kerk juist ook op een bepaalde manier zo sterk is. Buiten het feit dat Christus uiteindelijk degene is die de kerk sterk maakt. Maar deze eigenschappen zijn universeel. De manier waarop we het invullen is situatie en context afhankelijk. Want de manier om kerk te zijn op plek A in Nederland is anders dan op plek B in Nederland. Of kerk zijn in Nederland is anders dan kerk zijn in China. Of in Amerika. Of in Zuid-Amerika, Afrika, Azië, waar dan ook. Kerk zijn, de invulling ervan kan verschillen, zolang de Bijbelse principes maar staan. En die Bijbelse principes gaan we leren. Die Bijbelse principes halen we uit Gods woord, want heilig en door uw waarheid. Uw woord is waarheid, uw woord is dé waarheid, zegt Jezus zelf in Johannes 17. Daarom is het zo fijn dat God ons Handelingen, hoofdstuk 2, vers 42 gegeven heeft. Handelingen 2 vers 42 is dé blauwdruk voor een kerk om te weten wat te moeten doen. En dan mogen we daarna aan God vragen hoe dat precies in te vullen. Laten we Handelingen 2 vers 42 lezen. Daar staat geschreven en zij de eerste kerk volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Dus zij volharden in vier dingen. En dat zijn ook de overige vier eigenschappen van een goede kerk. De mensen die geloven in Jezus Christus. De mensen die geloven dat zij zondaren zijn. Die redding nodig hebben. Die accepteren dat zij zelf niet die gerechtigheid hebben. Die volharden in de leer van de apostelen. De gemeenschap. Het breken van het brood. En de gebeden. Die vier dingen is waar zij in volharden. En dat woord volharden in de grondtekst, in het Grieks, want het Nieuwe Testament is in het Koine Grieks of het algemene Grieks geschreven. Dat was de taal die men sprak op dat moment in het Romeinse Rijk. Vooral ook voor de brieven werd dat veel gebruikt. Bijbelcommentator David Guzik heeft het volgende gezegd over dit woord volharden. Volharden gebruikt een Grieks werkwoord dat een continue en gefocuste trouw aan een bepaalde koers of handeling betekent. Einde citaat. Een continue en gefocuste trouw aan een bepaalde koers of handeling. Dat is wat dit volharden betekent. De kerk, de leiders van de kerk waren zich er terdege van bewust. Dit is wat wij moeten doen. Dit is niet optioneel.
Want je ziet overal waar zij kerken planten, dat ze deze vier dingen doen. Dit is wat we zien dat de kerk door de eeuwen heen doet. De kerken die een Bijbels goed track record hebben, die een Bijbels goed getuigenis hebben, zijn kerken die volharden in deze vier dingen. Leer van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Dit is hoe de 11 discipelen interpreteerden wat ze van Jezus hadden gezien. Dit is hoe de discipelen interpreteerden wat de invulling was van het maken van discipelen. De opdrachten die ze in Matthäus 28, 19 meekregen. Ga dan heen, maak discipelen van alle volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En een van de primaire manieren om dat te doen, en van de belangrijkste manieren om dat te doen, was volharden in de leer van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En in het Grieks staat er dus dat ze continue aandacht hieraan gaven. Ze zagen dit als voorbeeld vanuit Jezus voor de kerk. Dit is wat ze zagen als iets dat continue aandacht verdient. En de leiders van de eerste kerk, de apostelen, die zagen in dat dit was waar ze in moesten volharden. Ze zagen in dat dit was wat nodig was om de kerk te kunnen zijn die Jezus Christus wilde dat ze waren. Laten we dan naar deze vier punten gaan kijken om te weten wat een goede kerk hoort te doen. Het eerste punt is volharden in de leer van de apostelen. En de basis van alles dat de eerste kerk deed was onderwijs. En dat is niet zomaar. Ga maar in de evangelie kijken. Kijk maar wat Jezus op eigenlijk elke plek als eerste deed. Hij gaf onderwijs. En niet onderwijs als timmerman, want hij was ook timmerman van beroep, de Heer Jezus. Maar hij gaf onderwijs uit Gods woord. Jezus ging naar plekken toe waar hij onderwijs kon geven. Waar mensen zouden luisteren, waar er een gesprek over Gods woord zou zijn. En hij gaf onderwijs. Onderwijs uit Gods woord, de Bijbel. En dat is de blauwdruk die wij als kerk moeten hebben. Onderwijs uit Gods woord. Onderwijs voor de volwassenen. Onderwijs voor de kinderen. Onderwijs voor de tieners. De getrouwde mensen. De alleengaande mensen. Voor gezinnen. Voor ouders. Voor kinderen. Het maakt niet uit. Er hoort Bijbels onderwijs te zijn in de kerk. En vooral de nadruk op Bijbels onderwijs. Het Oude en het Nieuwe Testament, zoals wij dat vandaag de dag van de Heere God gekregen hebben. Dat is wat de kerk toen nodig had, in de tijd van Handelingen 2. En dit is wat de kerk vandaag de dag, anno 2021, zoals het nu is, wat de kerk nodig heeft. De kerk heeft het nodig dat er leiders zijn, dat leiders opstaan en doen wat God van ze vraagt, namelijk het onderwijzen van Gods woord. Deze leiders moeten inzien wat er in 1 Timotheus staat. In de Timotheusbrief schrijft Paulus aan de jonge voorganger Timotheus, die moet leren hoe hij de kerk moet leiden. En in zijn brief, de tweede brief aan Timotheus, schrijft Paulus in hoofdstuk 3 iets wat van kritiek belang is voor de kerk. Hij schrijft iets wat de kerk van vandaag de dag, wat kerkleiders moeten weten, wat kerkleiders zich moeten realiseren en wat kerkleiders moeten oppakken. In 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, sorry ik zei net 1 Timotheus, het is 2 Timotheus, hoofdstuk 3 vers 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen. Dat is wat de kerk moet weten, dat is wat de kerk moet doen. Onderwijs was nodig voor de kerk. Onderwijs uit Gods woord, uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament. En vergeet niet, in Handelingen 2 tot op dit moment was dit vooral het Oude Testament.
Heel veel van het Nieuwe Testament was nog niet eens geschreven, was nog niet eens gebeurd. Laat staan dus dat ze het dan konden onderwijzen, maar wij vandaag zitten in de bevoorrechte positie dat wij het hele woord van God hebben en dat we heel de schrift kunnen gebruiken omdat die nuttig is om te onderwijzen. En dit woord van God is nodig voor de kerk om op te groeien, om volwassen christenen te worden zoals we in Hebreeën 5 kunnen lezen, om geestelijk effectief te kunnen zijn waar we net over hebben gelezen in 2 Timotheüs 3. En het woord van God is daar cruciaal in, is onmisbaar in het opgroeien van een babychristen tot een volwassen christen. Het woord van God is de enige manier waarop wij dat kunnen doen. Want door het woord van God heen gaan wij God leren kennen. In Johannes 1, vers 1 tot en met 4 staat het volgende. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn genade gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dit is wat de kerk in Handelingen 2 nodig had. Dit is wat de kerk 100 jaar, 1000 jaar geleden nodig had. Dit is wat de kerk vandaag nodig heeft. Want we moeten niet onderschatten wat Johannes 1 ons leert. Johannes 1 leert ons dat het woord God zelf is en dat dat woord vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. Dat betekent dat wanneer wij de Bijbel bestuderen, wanneer een kerk de Bijbel bestudeert, bestuderen wij Christus. En dat mogen we nooit onderschatten. We bestuderen de God van hemel en aarde, de schepper van het universum. Dat is wat we doen wanneer we Bijbelstudie doen. En dat is wat een goede kerk hoort te doen. Het woord van God bestuderen. En daarmee God bestuderen. Als een kerk de Bijbel niet bestudeert, dan moet je je afvragen om wie die kerk draait. Als de Bijbel niet echt bestudeerd wordt, wat wordt er dan wel bestudeerd? Wat hoor je dan op de zondag? Om wie draait het als de kerk samenkomt? Waar wordt wijsheid en waarheid vandaan gehaald? En wat wordt gezien als waarheid? Als het woord van God zegt, uw woord is waarheid, maar de kerk dat woord niet neemt als waarheid om toe te passen in het dagelijks leven. Wat wordt er dan wel als waarheid genomen? Dingen die mensen zeggen, feilbare mensen? Of nemen we de dingen die de onfeilbare God tegen en over ons gezegd heeft? Een goede kerk bestudeert het woord van God omdat we dan God bestuderen. De Bijbel zal ons altijd op God wijzen. De Bijbel zal ons altijd laten zien wie Hij is. In Exodus 33, 18 vraagt Mozes aan God, toon mij uw glorie. En dat is wat Bijbelstudie is. Want God antwoordde en Hij liet zichzelf zien. Kan je overlezen in Exodus 34. Dat is een prachtige studie. Want God die liet een hele hoop aan Mozes zien. Maar uiteindelijk sprak God. En legde Hij uit wie Hij was. Hij onderwees Mozes. En dat is wat wij ook mogen en horen te krijgen in een kerk. Wij horen Bijbels onderlegd te worden in het woord van God. Wij horen Bijbels op te groeien. Wij horen God te gaan zien. In de Bijbel zien we God. We zien Gods liefde, Gods genade, Gods wijsheid, Gods leiding, maar ook God die ons corrigeert. We zien dat God ons leidt naar de dingen die we wel moeten doen en ons wegleidt van de dingen die we niet horen te doen. We zien dat God als een vader met ons omgaat en die ons laat zien wat wel te doen en niet te doen. Wat de dingen zijn die wel goed zijn voor onze ziel en wat de dingen zijn die niet goed zijn voor onze ziel. Gods woord is onmisbaar voor een goede kerk. Dit is het eerste punt dat er aangehaald wordt van de dingen waar de kerk in volharde. Dit is het beginpunt
van de dingen. Want als je dit niet hebt, hoe weet je dan hoe je die andere drie dingen moet doen? Hoe weet je hoe die dingen eruit zien? Hoe weet je wat God daarin van je vraagt? Zonder correcte Bijbelstudie, zonder goede Bijbelstudie, trouwe Bijbelstudie, zullen wij op hele rare leerstellingen uitkomen als mensen. Op hele rare dingen waar wij achteraan gaan. En God wil juist dat wij bij Hem uitkomen. En daarom is dit wat de mens nodig heeft, dit wat de kerk nodig heeft. Bijbelstudie. Trouwe Bijbelstudie aan Gods woord. Dat kan thematisch, dat kan vers voor vers, dat kan op verschillende manieren. Ik heb zelf een voorkeur voor vers door het woord heen gaan. Wat betekent dat je een hoofdstuk pakt, een heel Bijbelboek pakt en daar van begin tot eind doorheen gaat. Op een hele methodische, structurele manier. Want dat betekent dat je het woord in de context leest. Dat betekent dat je God alles laat zeggen wat Hij wil zeggen. Dat betekent dat je niet zelf met ideeën hoeft te komen over waar je het over wil hebben. Maar dat je gewoon het volgende vers kan onderwijzen. Op die manier leer je heel makkelijk heel veel van het woord kennen. Het is verre van de enige en de enige juiste manier, maar ik denk wel dat het misschien wel de beste manier van Bijbelstudie is. Maar het gaat er vooral om dat het woord van God gepredikt wordt. Dat het woord van God bestudeerd wordt in een kerk. In Efeze 5:23 zien we dat Christus het hoofd van de gemeente is. Oftewel, Jezus is het hoofd van de kerk. Wij worden omschreven als kerk als het lichaam van Christus. En hoe erg is het als het lichaam niet luistert naar het hoofd? Als het lichaam denkt, ja, dat hoofd dat zegt wel wat of dat vindt wel wat, maar ik doe iets anders. Dat is hoe een kerk is die het woord van God niet bestudeert. Die luistert niet naar het hoofd. Dat is waarom het van onschatbare waarde, van cruciale waarde is voor een kerk, dat het woord van God bestudeerd wordt. Een kerk, een goede kerk, kan niet zonder het woord van God. Een goede kerk zal Gods woord bestuderen. Maar nu denk je misschien, ja, maar ik vind Bijbelstudie zo saai. Leuk dat je dat zegt, Casper. Leuk dat je dat zegt of dat je daar een mening over hebt. Maar ik vind Bijbelstudie saai. Nou, echte Bijbelstudie is niet saai, want het is de studie van God. God is oneindig, dus dat betekent dat we sowieso nooit uitgekeken kunnen raken op Gods woord. Als jij denkt, ja, maar dit ken ik al, vertel me eens wat nieuws, dan is er iets aan de hand in jouw hart. Want het is oneindige diepte, want God is oneindig. Dus dat betekent dat er iets in jouw hart is dat tegenhoudt dat God tot jou kan spreken. Maar als jij Bijbelstudie saai vindt, dan moet jij aan God vragen wat er in jouw hart aan de hand is. Want als Gods woord voorgelezen wordt, dan mogen we staan op wat er in Jesaja 55 staat. Jesaja 55, 10 en 11. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaier, brood aan de eter. Zo zegt God, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgene waartoe ik het zend. Als de alwetende, almachtige God dit zegt, dan kan Bijbelstudie niet saai voor ons zijn als zijn woord voorgelezen wordt. Dan hoort dat ons hart te raken. Als zijn woord uitgelegd wordt, zou dat jou moeten veranderen. En als zijn woord bestudeerd wordt, zou dat jouw leven op zijn kop moeten zetten. Dus de vraag is, raakt dit jou nog? En als het er niet is, een goede kerk hoort Gods woord te onderwijzen, hoort Gods woord te bestuderen, hoort te volharden in de leer van de apostelen. Want dat is het voorbeeld dat we zien in Handelingen. Het voorbeeld dat God ons laat zien. Het tweede ding waar de kerk in volhardde, was in de leer van de, of na de leer van de apostelen, was in het hebben van gemeenschap. Ze volharden in de gemeenschap. Dus het eerste punt van een goede kerk was mensen die in Jezus Christus geloven als Gods zoon.
Het tweede is volharden in de leer van de apostelen. En we gaan nu kijken naar het volharden in de gemeenschap. Het Griekse woord voor gemeenschap is koinonia. Dat is ook als je naar de grondtekst kijkt van Handelingen 2:42. En koinonia wijst op een intieme band tussen mensen. Een relatie waarbij men alles deelt. Materiële dingen, geestelijke dingen. Dat zie je door Handelingen 2. Als je verder leest vanaf Handelingen 2:42, dan zie je dat ze materiële dingen delen. Ze hadden alle dingen gemeen, maar ze deelden ook geestelijke dingen. Ze deelden hun hart met elkaar. En wat je hier ziet is een eenheid die alleen de Geest van God ons kan geven. Wat je hier ziet is een eenheid waardoor je kan genieten van tijd met christenen. Zelfs christenen die je niet zo goed kent. Ik heb dat zelf vaak genoeg meegemaakt. Dat ik met christenen tijd doorbracht die ik eigenlijk helemaal niet kende of pas die dag had ontmoet. En door de Geest konden we hele diepe gesprekken hebben. Want we waren één in Christus. Door de Heilige Geest waren we één, ook al kenden we elkaar helemaal niet. In de kerk waar ik het voorrecht heb om naartoe te gaan, zijn er mensen met wie ik werelds gezien helemaal niet om zou horen te gaan. Mensen met andere culturele achtergronden. En in Christus zijn we één en maakt het niet uit, kunnen we samen koinonia hebben. Kunnen we samen één zijn en kunnen we samen God dienen. Kunnen we samen de Heer lief hebben. Door deze koinonia kan je samen groeien, samen God leren kennen, samen op God gericht zijn. Het voorbeeld dat we zien in Handelingen is een kerk die alles deelde wat ze hadden. Geloof, hoop, redding, liefde, maar ook hun spullen, hun worstelingen, hun pijn, hun overwinningen, hun verdriet en hun vreugde. En ze deelden al deze dingen doordat ze dezelfde redder hadden. Ze hadden dezelfde geest, ze waren gericht op Jezus en daardoor waren ze gericht op elkaar. Dit moeten we niet onderschatten. Dit is wat de kerk hoort te onderscheiden. Dit is een van de dingen waardoor de kerk als anders gezien moet worden dan de rest van de wereld. Dan de rest van de mensen. Deze liefde, de liefde van Christus, de eenheid van de Heilige Geest, moet iets zijn wat ons onderscheidt van mensen die niet in Jezus Christus geloven. Want Christus haalt barrières weg die tussen mensen er van nature zijn, die wij zondige mensen tussen elkaar opwerpen. Deze koinonia, deze fellowship, gemeenschap, is een duidelijke uiting van het op elkaar gericht zijn en op een bepaalde manier als christenen met elkaar omgaan. Er staan meer dan 60 versen in het Oude en Nieuwe Testament, waarin God ons duidelijk maakt hoe we op elkaar gericht moeten zijn. En God wil dat de kerk op een specifieke manier ook met elkaar omgaat. Hij wil dat de kerk elkaar lief heeft, elkaars lasten draagt, elkaar corrigeert. Hij wil dat de kerk zoveel dingen doet die de kerk anders maakt. Hij wil dat we onze zonden belijden naar elkaar. Hij wil dat we elkaar bemoedigen, elkaar opbouwen. Hij wil dat we niet tegen elkaar zeuren, maar dat we juist elkaar woorden geven van eeuwig leven. Hij wil dat we elkaar lief hebben. En die liefde kan tot uiting komen in zoveel verschillende dingen. Maar deze liefde is wat de kerk anders hoort te maken. Is wat de kerk hoort te onderscheiden. Dit is die koinonia, die fellowship die er hoort te zijn tussen broeders en zusters. Deze fellowship, deze koinonia gemeenschap hoort de kerk te bepalen en daar horen we in te volharden. Ook als het moeilijk is, ook als het tegen zit, ook als we zelfs geen zin hebben, dan is het nog steeds een opdracht van God aan ons. Een opdracht van God aan jou persoonlijk. Om fellowship, koinonia, gemeenschap met zijn gemeente te hebben. Dit is ook, en misschien gaat dit mensen tegen het hoofd stoten, maar waarom het onmogelijk is om een christen in je eentje te zijn. Dat hoort niet, dat kan niet. De uitzondering is een christen die echt in de wijdverspreide omgeving niemand heeft. Maar dan kan je tegenwoordig nog steeds, het is minder dan als je fysiek bij elkaar bent, maar kan je digitale koinonia hebben. Maar als christenen horen wij
samen fellowship te hebben. We horen samen te komen, bijvoorbeeld op de zondag, maar op, als het kan ook op andere momenten. Om samen de Heere te zoeken, om samen die relatie te hebben, samen dat op te bouwen. Dat is van onschatbare waarde. Daarom kan het ook niet dat iemand zegt, ja, ik ben wel een christen, maar ik heb niks met de kerk. Dat is niet wie Jezus is, dat is niet hoe Jezus is, dat is niet hoe Jezus met de kerk omgaat. Dus dan kan het ook niet dat dat is hoe christenen met de kerk omgaan. Als jij als christen een probleem hebt met de kerk, heb jij een probleem met Jezus. En dan bedoel ik een probleem dat niet bijbels gefundeerd is. Een echte kerk, een echte christen heeft koinonia. En onderdeel van deze koinonia-liefde is dat we bijbels met elkaar omgaan. Elkaar helpen, elkaars lasten dragen, elkaar liefhebben, maar ook elkaar corrigeren wordt nodig. Ik heb het nodig dat broeders en zusters klaarstaan om mij te corrigeren indien dat nodig is. Ik heb het nodig dat broeders en zusters mij helpen op de momenten dat ik dingen doe die niet naar Gods wil zijn. Dat ze mij wijzen op de dingen die niet naar Gods hart zijn. En dat betekent dat we open horen te staan voor Gods leiding. Voor ons om met een ander te praten, maar ook dat God door een ander tot ons hart wil spreken. God wil dat we onze harten openen voor elkaar, kwetsbaar zijn, ons falen delen. Dat we, zoals ook heel moeilijk is tegenwoordig, elkaar laten uitpraten. God wil dat we huilen met hen die huilen, lachen met hen die lachen. Dat we woorden van liefde en opbouw tot elkaar spreken. En dit zijn allemaal dingen die alleen kunnen als de liefde van Christus regeert. Deze dingen zijn alleen mogelijk als wij een Bijbels beeld hebben van hoe christenen met elkaar om horen te gaan. Ook hier is weer Bijbels onderwijs het fundament. Door het Bijbels onderwijs zullen we weten wat God Bijbels gezien van de christen vraagt. Ten opzichte van elkaar. En dan zullen we die Bijbelse koinonia fellowship gemeenschap kunnen hebben. Dan zullen wij alle dingen gemeen kunnen hebben en zullen we daarin kunnen volharden, ook als het moeilijk is, ook als het misschien zelfs niet eens mag, zoals met de maatregelen die er een tijd geweest zijn. Maar kiezen wij dan voor wat God wil of kiezen wij voor wat iemand anders wil? Gods woord hoort centraal te staan en daardoor horen wij te weten dat wij horen te volharden in de gemeenschap. En dat is het derde punt van een goede kerk. In een goede kerk is er koinonia, eenheid, gemeenschap en daarin wordt volhard. Het volgende punt uit Handelingen 2:42 is dat men volharde in het breken van het brood. En dat kan op twee dingen wijzen. Het kan wijzen op samen eten en samen avondmaal vieren. In de Joodse cultuur, waar bijna al deze mensen uitkwamen, was samen eten ontzettend belangrijk. In de Oosterse culturen, Midden-Oosterse culturen, is nog steeds samen eten heel erg belangrijk. Vandaar ook dat het aannemelijk is dat samen eten iets was wat ze deden. En dat zien we ook bijvoorbeeld als we naar 1 Korinthe kijken, waar Paulus het avondmaal uitlegt, dan heeft hij het onder andere over een liefdesfeest waarin er samen gegeten werd, waar het vieren van heilig avondmaal een onderdeel van was. Samen eten was in de Joodse cultuur en in de Midden-Oosterse cultuur een teken van acceptatie, vriendschap, genegenheid, liefde en allemaal dingen die ook bij die koinonia horen. Want bijbels gezien weten we dat deze dingen er horen te zijn. Dit is wat de geest in ons doet. En dit samen eten zou ook een duidelijk teken van acceptatie moeten zijn. Het accepteren van mensen omdat God hen accepteert. Mensen die je misschien menselijk gezien niet zomaar over de vloer zou willen hebben. Een goed voorbeeld hiervan is dat in de jaren 60 waren de hippies, waren de outcasts van bijvoorbeeld in Californië was dat zo. En daar was een voorganger, Chuck Smith, van een kleine kerk in Murrieta, Californië, Costa Mesa, Californië, sorry, die toch hippies ging discipelen en toch hippies ging uitnodigen voor zijn kerk. En dat alleen maar omdat zijn vrouw, Kay Smith, hem daartoe uitgedaagd had en het voortouw nam.
En niet om, zij was niet de voorganger, hij was de voorganger en zij deed dat op een hele liefdevolle manier. Maar doordat dat begonnen is, is er een sneeuwbaleffect gaan rollen. Want die hippies voelden zich geliefd en voelden zich geaccepteerd. Er werd samen gegeten, er was fellowship samen. En dat sneeuwbal was een sneeuwbaleffect waardoor er nu duizenden kerken ontstaan zijn. Doordat er een paar mensen waren, onder andere Chuck en Kay Smith, die die stap zetten om de mensen lief te hebben die je normaal niet lief hebt. Samen eten is dan een prachtig iets wat je kan doen. En dit was een prachtig teken van Gods genade in handelingen. En het is nog steeds iets geweldigs om te doen. Niet alleen omdat het gewoon, en dat vind ik zelf ook, maar heerlijk is om samen te eten. Het is nog steeds een goede manier om samen naar Jezus toe te groeien. Want door samen te eten, dat zal je zien, ga je elkaar echt leren kennen. Dan zou je echt gaan praten, elkaars hart gaan zien. Dan zou je zien hoe groot God is, omdat je hem aan het werk hoort in mensen. En dan zie je dat hij werkt in manieren, in mensen op waarvan jij denkt, dat kan helemaal niet, of dat is niet mogelijk, of jij had nooit bedacht dat het zo zou kunnen. Maar door samen te eten, leer je zoveel over God. Leer je zoveel over mensen. De tweede optie is dat het over avondmaal gaat. En waarschijnlijk is het gewoon allebei. Maar avondmaal was ook een belangrijk onderdeel van wat de eerste kerk deed. Want avondmaal is het herinneren van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Zo dikwijls als u dit doet, herinner mij, zegt geparafraseerd wat er in 1 Korinthe 11 staat. Terugdenken aan het kruis van Jezus Christus. Terugdenken aan het bloed van Jezus dat gevloeid heeft voor onze zonden. Terugdenken aan wie Jezus is en aan zijn liefde. En de kerk hoort hierin te volharden. We horen te volharden in het vieren van Jezus. Of er in het dankbaar zijn voor wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. En het kruis hoort ons juist daar stil bij te laten staan. Avondmaal vieren hoort ons stil te maken. Vanuit alle gekten en de drukte die er om ons heen kan zijn. En dan horen we stil te worden aan de voet van het kruis. Horen we dankbaar te worden naar Jezus voor wat hij gedaan heeft. Dankbaar naar God de Vader dat hij zijn zoon zond voor zondaren als jij en ik. En door het kruis mogen we weten wie God is en dat hij meer van ons houdt dan dat we nu beseffen. En de enige reden dat we dit weten is door het woord te bestuderen. Door het woord te bestuderen weten we wie Jezus is en wat hij gedaan heeft en hoe onwaarschijnlijk groot dat is. En daarmee hoe belangrijk het is dat we dat vieren en herinneren. Zijn woord hoort ons duidelijk te maken wat hij deed en waarom dat nodig was. En Bijbelstudie ligt dan ook hier weer aan de basis van ook dit onderdeel van een juiste kerk zijn. Bijbelstudie is de basis voor weten dat je een zondaar bent en dat je moet geloven in Jezus. Bijbelstudie is de basis voor weten dat er fellowship onder christenen hoort te zijn. En Bijbelstudie is de basis voor samen het brood breken en daarin volharden. Als kerk horen wij eeuwig dankbaar te zijn voor Jezus, voor zijn kruis en wat hij daardoor mogelijk heeft gemaakt. Het kruis is de reden dat er überhaupt een kerk is en dat we al deze dingen kunnen en mogen doen. Zonder het kruis zijn wij niks. Daarom christen, Bijbelstudie is de basis waar volharden in het breken van het brood uit voortvloeit. Volharden in het vieren van wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. En dat is wat we zien in de eerste kerk. Ze volharden in het vieren van Jezus' offer. En dat terwijl ze nog niet eens zo lang geleden dat hadden gezien met hun eigen ogen. Zij volharden toen al. In het vieren van wat Jezus gedaan had, in het dankbaar zijn en in het uitroepen van aanbidding naar God toe. De hedendaagse kerk hoort dit ook te doen. We horen te volharden in het vieren van Jezus' offer voor onze zonde. Dat is onmisbaar in de kerk. Dus een goede kerk volhardt in het breken van het brood, samen eten, maar vooral ook in het vieren van wie Jezus is en wat hij voor ons gedaan heeft. Het vijfde en laatste punt wat we uit handelingen of van een goede eigenschap van een goede kerk en wat we als vierde punt uit Handelingen 2 vers 42 kunnen halen,
is dat de kerk volhardde in de gebeden. De eerste kerk wist dat gebed van groot belang was en daarom volhardde ze ook in het gebed. De apostelen hadden geleerd van Jezus om te bidden in Matthäus 5. De apostelen hadden gezien dat Jezus soms de hele nacht doorbracht in gebed. Dat hij na een lange dag, een vermoeiende dag, dat Jezus ging bidden in de plaats van slapen. Omdat hij wist dat hij dat gebed nodig had. En dat voorbeeld willen ze volgen. En de apostelen lieten zien dat gebed voor hun van ongelooflijk belang was. Ze wisten wat gebed was en waarom het zo belangrijk was. Want vergeet niet, de apostelen hadden 3 jaar lang Jezus gezien. En in die 3 jaar hadden ze met Jezus gepraat. Ze waren gewend om direct met hem te praten. Om hem te zien, om hem aan te kunnen raken en om op die manier met hem te kunnen communiceren. En nu konden ze dat, maar dan in gebed. Dus wisten zij, ik wil praten met Jezus, dus ga ik bidden. En gebed was daarom voor hun van groot belang. Gebed was iets waar ze veel tijd en energie in stopten. Gebed was iets waar bijvoorbeeld de apostel Johannes om bekend stond. Hij wordt de apostel van de liefde genoemd, maar hij wordt tegelijkertijd is hij een van de apostelen die zoveel gebeden heeft dat zijn knieën misvormd waren. Omdat hij zoveel tijd op zijn knieën in gebed doorbracht. In veel kerken van tegenwoordig is gebed het laatste waar we aan denken. Voor de discipelen was gebed het eerste waar we aan dachten, waar er aan gedacht werd. In veel kerken zie je dat de gebedsbijeenkomst de slechts bezochte bijeenkomst is. Terwijl gebed juist het allerbelangrijkste zou moeten zijn voor ons. Charles Haddon Spurgeon heeft ooit gezegd dat gebed de motor van de kerk was. De motor van de kerk is. We moeten een motor draaiende houden. God roept ons ook op om te bidden zonder ophouden, om continu te bidden. En dat is dus iets waar de kerk in moet volharden. Voor de eerste gemeente was gebed hun eerste optie. En ze plaatsten gebed dan ook op de voorgrond. Gebed was een hoofdtaak van de kerk. Omdat ze doorhadden wat de kracht van gebed was. Ik weet niet of het je opvalt, maar in dit lijstje wat we in Handelingen 2:42 zien, zien we niks over aanbidding met muziek. Daar spenderen wij vaak veel meer tijd aan, dan dat wij tijd spenderen aan gebed. Gebed hoort iets te zijn waar wij als kerk mee bezig zijn. En dit is niet zozeer gebed alleen, hoewel dat ook van onschatbare waarde is. Maar dit gaat vooral ook om gebed samen. Dit gaat om bidden als kerk, als mensen van God, als gelovigen, als ecclesia uitgeroepenen. Samen de Heer zoeken, samen de Heer eren, samen bidden. Dat is wat de kerk deed, wat de kerk hoorde te doen en waar de kerk in volhardde. Waar de kerk continue, trouwe, gefocuste aandacht voor had. Dat was hun koers. En daar hielden ze aan vast. Als kerk samen bidden is veel meer dan iemand anders horen bidden. Veel meer dan de voorganger horen bidden. We horen namelijk actief mee te bidden. We horen samen vrijmoedig tot de troon der genade te naderen, zoals Hebreeën 4 ons leert. Gebed is zo onwaarschijnlijk belangrijk. Voor jou, voor mij, voor elke kerk. Want in de kerk horen wij te volharden in de gebeden als vijfde eigenschap van een goede kerk. Een kerk bestaat uit mensen die geloven in Jezus als zoon van God. Een goede kerk, doet aan bijbelstudie, volhardt in de leer van de apostelen. Een goede kerk houdt zich bezig met fellowship, gemeenschap, koinonia, samen zijn, voor elkaar zorgen. Een goede kerk volhard in het breken van het brood, in het samen eten, in het vieren van het heilige avondmaal. En een goede kerk volhard in de gebeden. Dat is waar een goede kerk aan moet voldoen. Een goede kerk voldoet aan deze Bijbelse principes. En nogmaals, deze dingen zijn in verschillende kerken te vinden op verschillende manieren.
Maar het fundament moet hetzelfde zijn, gebaseerd op Gods woord. We mogen voorkeuren hebben. Dat mag. Dat is helemaal niet erg. Maar we moeten onze voorkeuren ondergeschikt maken aan Gods woord. Aan de Bijbels uitleg van wat Gods kerk hoort te doen. Jeremia 6:16 zegt het volgende. Zo zegt de Heere, ga staan op de wegen en zie vraag naar de aloude paden waar toch de goede weg is en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij bewandelen die niet. God schetst hier een contrast tussen mensen die echt zijn weg willen volgen, die wandelen op de aloude paden. We hoeven als kerk het wiel niet opnieuw uit te vinden. Wij moeten simpelweg doen wat God van ons vraagt. En dat zien we in Handelingen 2:42. Volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, het breken van het brood en in de gebeden. De kerk hoort de oude paden, zoals die bepaald zijn in Gods woord, te bewandelen. Maar we mogen dat wel op nieuwe schoenen doen, zoals iemand dat mooi gezegd heeft. Oftewel bijvoorbeeld zoiets als deze video. Dat bestond 100 jaar geleden niet. Dat bestond 50 jaar geleden niet. Dit is een manier om een uiting te geven aan kerk zijn. Nieuwe schoenen, maar wel op de oude paden van Gods woord. Een goede kerk zal Gods woord volgen. Een goede kerk zal Gods woord de juiste plek geven. En daaruit zal Handelingen 2:42 in de specifieke context van die kerk voortvloeien. Dus als jij zoekt naar een goede kerk, toets die kerk aan Handelingen 2:42. Want dat is de maatstaf, niet jouw voorkeur, hoe belangrijk die ook kan zijn. Dat is namelijk ondergeschikt ten opzichte van wat God zegt. Als jij namelijk belangrijker vindt wat jij vindt dan wat God vindt, dan zou je niet op zoek zijn naar een goede kerk, maar dan ben je op zoek naar een kerk waar jij je fijn voelt. En dat is iets heel anders. Want een goede kerk kan er ook voor zorgen dat jij je soms heel ongemakkelijk voelt. En dat het zelfs pijnlijk is om er te zijn omdat God je aanspreekt op dingen. In een goede kerk staat God centraal en draait het om God. Ik kan me voorstellen dat hier vragen over zijn, dus ik heb er een aantal die ik kort wil doornemen. Wat als mijn kerk hier nou niet aan voldoet? Nou ja, dan moet je bidden of God je in die kerk wil houden. God kan jou gebruiken om een kerk te veranderen, maar dat moet God echt heel duidelijk maken. Want dat is een heel ingewikkeld, lang traject om een kerk te veranderen. Van dingen die niet naar Gods wil zijn, naar de dingen die wel naar Gods wil zijn. Als het niet Gods wil is dat jij daar blijft, dan kan het goed zijn om na gebed het gesprek met de leiders aan te gaan. Om te laten zien wat er bijbels aan schort. Maar misschien betekent het dan dat jij weg moet gaan. Want jij bent wel verantwoordelijk voor je eigen geestelijke groei. Jouw geestelijke groei is ook belangrijker dan de sociale contacten die je hebt. Want God vraagt niet hoeveel mensen jij kent. Hij vraagt erom hoe goed jij Jezus kent. En een kerk hoort daaraan bij te dragen. Dus wat als mijn kerk hier niet aan voldoet? Vraag God of je weg moet gaan. Toets je kerk aan Handelingen 2:42. Als je dingen niet kloppen, kan je het horen we in eerste instantie het gesprek aan te gaan met de leiders van de kerk op basis van het woord. Maar als er niet naar geluisterd wordt, kunnen we ook de conclusie trekken, bijbels gezien, om weg te gaan en te zoeken naar een andere kerk. Nou, wat nou als je kerk niet wil veranderen? Ga dan op zoek naar een kerk die hier wel aan wil voldoen. Zoek een kerk, ook al is het misschien een eind uit de buurt, waar je deze dingen wel kan vinden. Want een kerk is voor christenen zoveel belangrijker dan dat wij doorhebben. Maar wat nou als zo'n kerk dan niet in de buurt is? Nou, het is niet heel Nederlands, maar verhuizen. Ik heb makkelijk praten, want in mijn dorp woont een... in het dorp waar ik woon ben ik bevoorrecht met een kerk die volgens mij voldoet aan Handelingen 2:42. Verre van een perfecte kerk, want hij zit vol met mensen. Maar het is wel een kerk waar Handelingen 2:42 uitgevoerd wordt. Maar een goede kerk hoort voor ons christenen, en als wij Gods woord echt serieus nemen, een reden te zijn om te verhuizen. Want zo belangrijk hoort onze geestelijke gezondheid te zijn. En heb ik dan nog suggesties? Nou, ik wil jullie eigenlijk uitdagen om zelf je kerk te toetsen. Ik wil niet zozeer kerken voor jullie gaan toetsen. Dat is aan jullie.
Dat is aan jou. Toets een kerk aan Handelingen 2:42 en zie wat God duidelijk maakt over die kerk. Een goede kerk is een kerk die bestaat uit mensen die geloven in Jezus Christus als Zoon van God. Een kerk die volhardt in de leer van de apostelen. Een kerk die volhardt in de fellowship, de koinonia, de gemeenschap. Een kerk die volhardt in het breken van het brood. En een kerk die volhardt in de gebeden. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u goed bent. Heere, dank u wel dat u degene bent die het woord gegeven hebt, dat u het woord bent. Heere, ik bid dat u duidelijk zal maken aan een ieder, Heere, wat een goede, bijbelgetrouwe, echte kerk is. Dat u duidelijk zal maken welke kerk voor hen is. Heere, schud kerken ook op, zodat ze weer zullen doen, zodat ze zullen gaan doen wat naar uw wil is. Zodat ze de dingen zullen doen die passen bij wat uw woord zegt. Heere, doe wonderen alstublieft. Breng kerken terug bij uw woord. Doe kerken inzien dat ze misschien zijn afgedwaald. Heere, laat mensen ook zien of zij wel daadwerkelijk gered zijn. Heere, breng mensen tot geloof. Breid uw koninkrijk uit. En Heere, we bidden dat u en ieder die deze video kijkt, Heere, zal laten zien wat uw wil is met betrekking tot kerk. Zij het dat ze in een goede kerk zitten, dat ze daar blijven en volharden. Dat ze daar blijven en gaan dienen. Als het geen goede kerk is, Heere, dat u duidelijk maakt wat uw wil is. En als mensen niet naar de kerk gaan, Heere, overtuig hen dan dat het naar de kerk gaan goed is. Als er mensen kijken die u nog niet kennen, breng ze tot geloof, Heere, want dat kan alleen u. Laat ze zien wat hun noodzaak is, Heere, voor redding. Maar Heere, we bidden en vragen dit, niet omdat wij dit verdienen, maar alleen uit genade, in Jezus' naam. Amen.